Da 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 da. Bedoel je een hele goede morgen? Welkom bij een nieuwe Ups and Down. Bedoelt je dat? Hij bedoelt natuurlijk dat hij net een fles heeft gehad. En dat hij lekker heeft geslapen. Nee? Ja, en dat zijn grote teen heel lekker is om op te zabbelen. Wij hebben logopedie gehad met deze grote vent. En we mogen hartstikke trots zijn. Hij heeft het super goed gedaan. En deze kleine vent... Die heeft zich ook lekker rustig gehouden. Dus mama kon lekker met Jordi oefenen. En nu zijn we fruitje aan het eten. Mango en aardbeidjes. Vindt Jordi lekker. Bij Jordi zitten stukjes, kleine stukjes aardbeien erbij. En een koekje. En bij Liam zit gewoon een koekje erbij. En dat vinden ze lekker. Dus ze gaan lekker eten. Deze grote vent krijgt nu zijn fles. Die andere grote vent van mij, die ligt al in zijn nest. En die hoeft die gek aan doen, want die weet dat er daar iemand hier naar bed gaat. En dat vindt ze niet zo tof. Dus die is nu een beetje aan het etteren. Nee, nee, je komt niet op de bank. Nee, nee. Hou je op. Hey. Pas op. Nee. Joef. Nee. Bah. Pas op jij, hè. Wil je in de bench? Nee. Niet uitdagen. Hallo. Heb je nog gepoept? Kleine vrolijke druif van me. En ik heb hem ingesmeerd, zijn gezicht net. Maar er is weinig veel van te zien, hoe niet? Geef mama een kusje. Nee? Jordi. Jordi. Geef mama een kusje van jou. Je bent moe, hè? Maar dan leg je hem op bed en dan denkt hij... Hey, speelparadijs! Dat kan ik ook wel! Jordi, nee. Nee. Nee, kleine rotzak. Krijgt mama geen kus meer. Hij zat net na te denken, zal ik het doen of zal ik het niet doen? Zal ik ze in de maling nemen of zal ik het niet doen? Kijk, mama, geen kusje van jou. Je is een mama te etteren. Mama, kusje. Nee, ik hoef geen kus van jou, Joef. Ga weg. Nee, Joef, ga eraf. 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 Mama, kusje. Geef mama een kusje. Oh, mama, kusje. Doe mama's kusje. Hij doet ook wel eens, dan doet hij alsof hij een kusje geeft. En dan net op het laatste moment, poem, weg. Kijk uit. Ik heb mama echt geen kusje van jou.
Ik had toch zo graag een kusje gewild van jou. Krijgt die echt niet van jou? Mwah. Ik heb er een gegeven. Hij moet ook altijd friemelen. Bij Niels doet hij dat altijd aan zijn wangen. En zijn kin met zijn baard. Maar mij friemelt die gewoon waar ik heel veel vel heb of net wat. Dat wil hij dan wel, hè? Een kusje van mij wil hij dan wel. Maar hij wil zelf geen kusje geven. Ik heb een kusje gehad, ik heb een kusje gehad, ik heb een kusje gehad, ik heb een kusje gehad. Soms kan hij niet stoppen met kussen en soms doet hij het gewoon helemaal niet. En soms krijg je toch nog wel een kusje. Ik hou van jou. Ta 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 ta. Ik heb geslapen en ik ben weer wakker. En ik heb net een beetje fles gehad. Oh, 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 oh. En mama zei altijd, toen ik nog in de buik zat, dat ik altijd deed spelen met mijn grote teen. Nou, dat is niet gelogen hoor. Er is iemand wakker, hoera, hoera. Dat kan je wel zien, dat is Jordi. Goedemorgen, ik heb gisteren niet meer gevlogd. Ik was druk met dingen bezig. Ik heb er gewoon echt niet meer aan gedacht. Ik heb eten gemaakt. Jordi die was heel vrolijk. Ik heb met Jordi gespeeld. Op een gegeven moment kwam Mirjam, mijn kroegmammetje. Daar hebben we lekker zitten keuvelen met nagels. En toen was het alweer tijd om naar bed toe te gaan. Dus nee, ik heb er niet meer aan gedacht. En volgens mij heb ik hier iets gekrapt wat kapot is. Oh. Maar in ieder geval, dit is nummer 1 die zijn flesje krijgt. Nummer 2 ligt boven. Die ga ik zo halen. Goedemorgen. Hallo. Goedemorgen. Hallo. Heb jij lekker geslapen? Hè? Heb jij lekker geslapen? Hallo. Oh. Oké. Okay. Wat wil je allemaal nog vertellen dan? Ja. En deze vrolijke is nummer 2. Die gaan we eventjes aankleden. Want we hebben dadelijk weer fysiotherapie. En de fles geven. Wij hebben het fruitje gegeten. En Jordi die wou heel graag een koekje. Dus ze zit lekker koekje te eten. Met een hele hoop kruimels. Dus dan heeft Joef dadelijk weer stofzuigzin. Maar voor nu is hij eerst lekker aan het smullen. Oh, echt waar? Oh, jij wil natuurlijk je tut. Wil je die? Nee, zelf pakken. Nee, zeg goed doen, hè? Goed zo! De kindjes liggen in bed. En ik heb dadelijk een gesprek met Stichting Mee. En ik moet heel even gauw eten. Maar ik heb gisteren een kipkerriesalade gemaakt. En dit is het geworden. Had misschien iets meer mayo mogen hebben. Maar tot nu toe... Ik had het nog nooit gemaakt.
Maar ik had gewoon een beetje zo naar recepten zitten kijken. Ik heb er mayonaise in zitten, currypoeder en bieslook. En optioneel is natuurlijk ananas, dat soort dingen. Maar dat heb ik er nou niet bij gedaan. Onder het mom van ik moet eiwitten binnenkrijgen. Dus ja, dat is het eigenlijk. Ik heb hem al geproefd. En hij is hartstikke lekker. Dus gesprek gehad met Stichting Mee. Het was een goed gesprek. Nee, drinken. Mama wil laten zien hoe goed jij dat deed. Kindjes liggen op bed, Niels is werken aan de trap en ik ben thuis natuurlijk bij de kindjes. En ik heb net boodschappen binnen gehad van de picknick en ik ga hier nog even opruimen. Ik moet nog even editen en naar bed toe te gaan. Dus ik ga bij deze ook deze ups en down afsluiten. Hartstikke bedankt voor het kijken en ja, tot de volgende. Een hele goede morgen deze morgen. Ik had eigenlijk gisteren de vlog afgesloten, maar ik heb besloten om vandaag niet te uploaden. En waarom precies ga ik jullie later uitleggen. Maar ja, ik heb ook geen puff gehad om te editen. Maar ik ga jullie later allemaal uitleggen wat precies de reden is. En ja, dus dat. Liam is al wakker. Die is al beneden. Die heeft zijn flesje al gehad. We hebben ons vanochtend ook verslapen. Gebeurt niet vaak, maar ja, het is vandaag gebeurd. En ik ga heel even kijken of Jordi wakker is. En eventjes iets aan. Dus daar ben ik mee bezig. En even Joef op zijn handen geven. Jordi heb ik inmiddels wakker gekregen. En die heeft zijn flesje gehad. Die is aan het spelen in de box. Kan ik laten zien. Die is aan het spelen. Liam is ook aan het spelen. Ik ben bezig met de aankleedkussentafel, hoe je het ook wil noemen. Commode, weet ik veel. Ben ik even bezig om opnieuw in te delen. Want Liam, die heeft er een handje van met kruipen. Om dus hier aan te gaan trekken. Die kan dus blijkbaar, kan hij dus hier aan de onderste, kan hij dus aan gaan trekken. Dus deze gaat weg. Ja, ik gooi hem niet weg. Wat ik ermee ga doen is, hij gaat naar boven toe. Want ons derde kindje, die gaat dadelijk een tijdje bij ons op de slaapkamer slapen. En ja, dan heb ik dus ook ruimte nodig voor kleertjes en alles voor het kindje. Dus dat ga ik hiervoor gebruiken dan. Maar voor nu ga ik hem dan nu eventjes leeghalen en zorgen dat hij naar boven kan. En dat we dan in ieder geval niet het risico lopen dat deze bovenop Liam kan knallen. Want dat zou ik wel erg zonde vinden van het wagentje. Nee, grapje. Dat zou ik niet leuk vinden als dan Liam daaronder komt. Dus daar ben ik dan mee bezig. Dus ik ben nou, wat ik al heb gedaan is, Jordi's luiers. Jordi heeft twee maten, 5+ en 6+. 5+ heeft hij overdag altijd aan, werkt helemaal prima. 6+ heeft hij altijd als hij gaat slapen aan, dus tussen de middag en 's avonds. Maar dat komt omdat hij zoveel in één keer plast dan, dat hij gewoon echt sowieso met de 5+ luier doorlekt. Dus vandaar dat hij dan een 6+ heeft. Dan heb ik, daarachter heb ik het speelgoed wat met logopedie te maken heeft voor Jordi. En hier heb ik doeken, hydrofiel luiers. Er komen nog slabbertjes bij en alles. En
Hier komen dan de luiers van Liam plus neusspullen, crampjes, zetpilletjes, dat soort dingen allemaal. Zolang ze er nog niet bij komen, kan ik het daar nog neerzetten. Jordi gaat helemaal niet hier aan staan of wat dan ook. Die kijkt hier nog niet eens naar. Dus voorlopig, voor eventjes, staat het daar nog veilig. Dus dat is wat ik doe. En plus ik zoek dan gelijk heel eventjes uit of alles nog goed bij de datum is. Dat het niet over de datum is. Dus daar kijk ik ook allemaal even naar. Plus spoelspullen van Jordi die ik altijd beneden klaar moet hebben staan. Hier heb ik bijvoorbeeld nog een petje. Waarom dat die erin ligt, ik zou het niet weten. Dus die gaat ook naar boven. De oude bril van Jordi, die gaat ook naar boven. Dat is en blijft een reservebril. Dus van zulke dingen, ja, daar ben ik nu dus mee bezig. Dus dat is eigenlijk waar ik nu mee bezig ben. Want ik wil gewoon dat mijn kinderen gewoon veilig hun dingetjes kunnen doen. En kunnen spelen. En zo ga ik nou eventjes de kamer rond en kijken van dit is veilig, dit is niet veilig. Dus dat moeten we even veranderen. Nou, dus daar ben ik even mee bezig. Voor nu heb ik dit. Hé? 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 Die mama daar filmen. Had ik het toch op film nu? Kleine etter. Hallo. Dat is hier een bedoeling hoor. Je bent geen tandarts. Krijg je de buikpijn van, jongen? Wij zijn weer terug vanuit het ziekenhuis. We hebben controle gehad van ons kleintje. Alles was goed. Alles was goed. Vorige week, hier hebben wij jullie niet in meegenomen. Maar vorige week hebben wij ook een controle gehad. En daaruit bleek dat het hartje van de kleine niet helemaal goed deed. En de gynaecoloog die zei van, ik denk dat het een prematuur hartje is. Maar dat weten we natuurlijk niet zeker. Dus we gaan jullie nog een week later terug laten komen. Ik zat vol met zenuwen en ja, ik had dus gisteren echt geen puff om te uploaden. Omdat ik echt zoiets had van, ja, maar ik voel de baby en dadelijk is er wel iets aan de hand. En ja, je maakt je eigen dan toch druk. En nou bleek dus vandaag alles gewoon super perfect in orde. Ja, daar zijn we heel blij mee. Ja, daar zijn we echt heel blij mee. Dus we zijn weer gerustgesteld. En we gaan gewoon weer door. Nou gaan we even bedenken wat we gaan eten. Ja, en de kindjes sta ik eten geven. Bianca heeft weer opgepast samen met Milo. Ze hebben het weer gezellig gehad met de kindjes. En super lief dat ze dat ook willen doen voor ons. Om eventjes bij de kindjes te blijven. Want de kindjes kunnen namelijk niet mee naar het ziekenhuis. Dus alleen als het echt niet anders is. Maar ja, zolang Bianca het wil doen, zijn we natuurlijk hartstikke blij ermee. En ja, dit is dus eigenlijk een beetje het verhaal. Ja. Dus vandaar dat ik gisteren ook niet heb geüpload. Joef is ondertussen aan het etteren. Ga weg. Vandaar dat ik dus ook niet heb geüpload vandaag. Want ik had gisteren zoveel zenuwen om het. Ja, om vandaag. En ja, dan moet ik gewoon niet zoveel dingen aan mijn hoofd hebben wat dat betreft. Dus ja, vandaag. Maar alles was tiptop in orde en we gaan gewoon zo door. Nu gaan we kijken wat we gaan eten. Ja. Ik heb je al een paar keer gezien bij Jordi? Nee. Zo doen, hè? Zo doen, zo. Mm. Zo.
Je hebt nou tandjes, hè? Moet je wel poetsen. Zo. Een beetje zo. Vind je dat fijn? Ben je lekker tandjes aan het poetsen, Liam? Een beetje tandjes poetsen, hè? Voordat dadelijk commentaar komt, nee, we hebben er geen tandpasta op. Dat doen we later pas. Eerst maar eens laten wennen. Tandjes poetsen, hè? En zijn tandjes zijn er nog niet doorheen. Jawel. Ja, maar niet... Er zit een klein streepje tand. Ja, maar we moeten het hem wel gaan leren. Is je lekker? De mama had een beetje water erop gedaan. Ja. Goed zo. Je poetsen. Maar kijken. Oh, je weet wel al wat voor het is, hè? Goed zo. Dank. Met zo doen, ja. Ja, maar je moet er niet op blijven zabbelen, jongen. Je hebt het goed gedaan. Tandjes van Liam zijn gepoetst dus. En wat gebeurde er net, Niels? Er kwam iemand aan de deur een liedje zingen. Ja. En die had heel zijn familie bij. Het is gewoon zo sneu. Nu is natuurlijk alles afgezegd. En kindjes die beseffen wat er eigenlijk door hun neus geboord wordt. Want dat is het eigenlijk. Niels zat dus ook te snoepen. Maar omdat bijvoorbeeld vandaag Sint Maarten is, wordt het gewoon door hun neus geboord natuurlijk. En dat vinden we allemaal gewoon zo sneu. Dus had zijn moeder had op de straat-app gevraagd of... Bij wie ze wel langs mocht komen. Ja. En wij hadden gezegd van ja, netjes natuurlijk. Netjes op gepaste afstand. Ja, ja, ja. Dus wij hebben gezegd van kom maar langs. En had hij heel mooi gezongen. Mm-hmm. En samen met zijn zusje. En hebben ze samen snoepjes gekregen. En nou gaan wij Liam de fles geven. Pyjama aandoen en naar bed doen. Want die gaat dadelijk schreeuwen. Ik denk dat we dadelijk een orkest hier krijgen. Dus dan moeten we hun ook snoepjes geven. Een hele goede morgen. Zoals jullie zagen, hebben we vanochtend alweer fysio gehad. Heeft Jordi heel erg hard geoefend. We zijn een heel blokje rond de huizen geweest. En nou krijgen ze fruit. Ik had appeltjes gemalen en wat stukjes bij Jordi erin. En een cookie en een beetje Brinta. En Liam heeft het ook, maar die heeft een ander soort koekje erin. Hé Liam? Ja, hè? Nou, voor Jordi weer een happie. En voor Liam weer een happie. Hap, goed zo, goed te pen. En wat doet hij het toch goed, onze Jordi, met lopen. Hij vindt het echt helemaal geweldig. Toen we gingen stoppen was hij ook een beetje boos. Dus, ja... Dat zegt wel weer genoeg hoe leuk hij het vindt. Wil je nog happen? Ah. Ah. Nee, niet met je vingertje. Ah. Goed zo. Meneertje moet overal met zijn vinger in hangen. Maar ja. Ik ga even verder het fruitje afgeven. En... Ja, dan drinken geven en nou, jullie kennen het wel hoe dat het riedeltje gaat. Kindjes zijn weer wakker, zijn naar bed geweest.
Liam die ligt lekker te spelen met zijn speentje. Joef die is aan het vervelen. Wat? Jordi zit lekker filmpje te kijken. Of staat lekker filmpje te kijken. En ik ga even koken, want daar is het eigenlijk alweer tijd voor. Ik ga kip tandoori maken. Gewoon simpel pakkie. En Joef staat te schooien. Dus. Nee, je krijgt niks. Je hebt het al gehad, Joef. Dus ja, dat ga ik doen. Ik ben moe. Ik probeerde ook eventjes een beetje te slapen tussendoor, maar ik moest weer naar boven toe. Liam een tut in zijn mond doen. Maar in ieder geval, ik ga heel eventjes aan de gang. Flesje gehad en is lekker een badje geweest. Niels is nu met Jordi in de douche. En Liam gaat zo lekker slapen. En Jordi dadelijk ook. Hoop ik. Denk ik. Wil ik. Ja. Ja. Jordi is ook lekker gedoucht, hè? En jouw kleine broer die ligt al lekker in bed. Nee. Ga nou toch niet liever eerst een beetje spelen. Zo dom is hij nog niet, hè? Met Liam zijn mond houden. Nu wil ik liever eerst een beetje aan mama geven. Ja. De kindjes zijn uiteindelijk lekker hun bedje ingegaan en zijn gaan slapen. Ja, zonder problemen. Nou, ik heb nog eventjes eten gemaakt voor morgen. Ik heb jachtschotel gemaakt, à la moi. En dat eten we morgen dus. Maar dat is lekkerder als je het eigenlijk in principe een dag hebt laten staan, toch? Ja. Dus, ja, daar had ik zin in. Dus dat eten we morgen dan. En voor de rest nog een beetje opgeruimd. Vaatwasjes aan als hij dadelijk weer klaar is. Even leegmaken. Bla 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 bla. En dan lekker bedje in. Bla 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 bla. Chocolade bla. Nou, we zijn hier niet in de tv-kantine. Maar ja. In ieder geval, nu gaan we deze ups en down echt afsluiten. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende.